Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KNO Winkel, All Medical, Home Instead Thuisservice, Argon Groep, Fysiocontrole en het Kraamkloppertje. Welkom bij Medical Travel, het programma dat informeert over de medische wereld in binnen- en buitenland. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Medical Travel. En in deze aflevering gaan we kijken hoe een AED werkt. We brengen een bezoekje aan de Arbodienst, maar eerst het kraamkloppertje. Er zijn jaarlijks zo'n 200.000 bevallingen en daar komt heel wat bij kijken. Het is super fijn om iemand in huis te hebben als je net bevallen bent. Je bent onzeker als moeder met je borstvoeding en dat je dan 's ochtends terecht kan met je vragen als het niet is goed gegaan. Ja, je staat er niet alleen voor. Wij zijn eigenlijk de enige zorgverlener binnen de gezondheidszorg die eigenlijk echt 8 dagen achter de woorden komt bij de gezinnen. En ja, we hebben toch een beetje een sociale functie. Kijken hoe het gaat tussen moeder en kind. Die sociale functie is voor de toekomst ook belangrijk, gezien het feit dat je dus die 8 dagen de basis ligt bij een gezin. Je begeleidt, je ondersteunt, je zorgt dat de nieuwe ouders met de baby samen een nieuwe start gaan maken. Op het moment dat je daar de goede begeleiding en ondersteuning geeft, dan is dat voor een lange termijn veel beter. De verloskundige was natuurlijk ook bij de bevalling en het is wel heel fijn dat daar nog steeds een controlepunt is. Ze komt ook om de dag om te kijken of alles goed is en ook met mij. Kraamzorg en de verloskundige is belangrijk. De verloskundige is medisch verantwoordelijk voor het kraambed. Zij is toch afhankelijk van wat een kraamverzorger uiteindelijk signaleert en observeert bij een gezin thuis. Dus die samenwerking tussen die twee partijen is essentieel voor goede zorg leveren. Je moet kunnen signaleren, je moet kunnen opvatten wanneer er signalen vanuit het gezin worden gegeven bij problematiek. Een kraamvrouw die toch heel erg struggelt nog met een bevalling. Heb je dat in de gaten, ja of nee? Kijken naar een baby, ook de situatie binnen het gezin. Hoe gaan ouders om met de nieuwe situatie? Hoe gaan ze samen met elkaar om? Naast dat ze man en vrouw zijn, zijn ze nu ook vader en moeder geworden. Ja, dat is een heel nieuw concept binnen de relatie. De extra aandacht die ze geeft en de huishoudelijke klusjes, dat is ook echt super. Maar het is wel heel lekker dat je gewoon iemand hebt in de buurt waar je vragen aan kan stellen. Wij vinden uiteraard dat vaders enorm belangrijk zijn. Uiteindelijk is die ook vader geworden. Dat is ook een nieuw aspect. Heeft toch het gevoel gehad tijdens een zwangerschap vaak dat ze wat afstandelijker zijn dan de moeders, die dragen het kind, voelen het kind. En dat is natuurlijk voor een vader heel anders. Dus wij vinden het enorm belangrijk dat een vader ook in die kraamperiode door de kraamverzorgende meegenomen wordt in het hele proces. Dus ja, het contact maken, het knuffelen, het huid-op-huid contact, ook met de vader, vinden wij enorm belangrijk om die binding met een kind te hebben. Mijn kind wordt net zo goed verzorgd als dat ik het zou doen. Want dat blijkt wel hoe ze er met haar omgaat. Tuurlijk, het is niet zo dat ze hem helemaal doodknuffelt zoals wij dat doen. Maar het is echt wel dat ik mijn kind aan haar toevertrouw. Ziekte, maar ook stress, conflicten op de werkvloer of onvoldoende rust. Dit zijn allemaal zaken waardoor je als werknemer niet meer goed kan functioneren. Ja, en dat komt natuurlijk nooit goed uit en dan kom je in contact met de Arbodienst. De Arbodienst is een adviseur voor werk en gezondheid. Vandaag zijn we bij de Argon Groep. Zij zijn een Arbodienst die zich inzetten voor preventieve zorg, verzuim en reïntegratiebeleid bij haar klanten. We gaan zien hoe dit in de praktijk gaat. Gazelle is een heel leuk bedrijf. Ons product is natuurlijk leuk en we werken hier met 400 mensen op één locatie. En dat geeft ook echt een gevoel van betrokkenheid. Gazelle is een bedrijf die werkt volgens eigen regiemodel. Ze voeren eigen regie in arbo- en verzuimbeleid. Gezondheidsmanagement, dat zit ons in het bloed. We zijn er een aantal jaren geleden heel specifiek mee begonnen. Ook samen met onze arbo-dienst. We leveren bedrijfsarts aan Gazelle en ook bedrijfsmaatschappelijk werk. En andere deskundigen die nodig zijn om hun arbo- en verzuimbeleid te voeren. Gezondheidsmanagement, ja, daar moet je als management in geloven. Je moet er veel in investeren, veel aandacht aan besteden. En het is lange termijn beleid. We maken hier natuurlijk 1500 fietsen per dag. En dat betekent dat je heel veel herhalende
activiteit hebt. Dus we proberen echt mensen te laten afwisselen op hun werkplek. Dat is gezond, niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je geest. Als je ziet dat het werk nadelig is voor de gezondheid, dan kan je daarop adviseren. Mensen speciaal laten trainen dat ze het beter aankunnen. De werkplek aanpassen. Maar wat we ook hebben gezien, dat mensen kunnen roleren. Het werk zodanig inrichten dat de belasting wordt gespreid in de tijd, maar ook over de verschillende lichaamsdelen, waardoor je daarmee klachten kan voorkomen. Hij komt zo aan en dan moet ik de hele tijd dit doen. En als ik op het krukje zit, dan komt hij zo aan en dan hoef ik alleen maar op mijn hoogte, kan ik hem dan plakken en dat scheelt dan lichamelijk. Gazelle heeft te maken met gezondheid, met vitaliteit, bewegen. En het bedrijfsbeleid is ook daarop gericht om de mensen een gezonde werkplek te bieden. Vanuit management moet je daar het voorbeeld in geven en ook vanuit de arbodienst. We zijn heel blij dat onze bedrijfsarts ook zelf het goede voorbeeld belichaamt. Hij houdt van sporten, hij houdt van gezond eten en dan kun je die boodschap ook makkelijk aan een medewerker overbrengen. Gazelle zet heel hoog in op preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Mensen moeten tot hun 67ste werken en Gazelle faciliteert dit proces. Dat vraagt dus dat we ook investeren in de gezondheid, in de inzetbaarheid van onze medewerkers. En daar doen we veel aan op het gebied van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant. Acties stoppen met roken, leefstijlbeïnvloeding proberen we natuurlijk te doen. En heel veel aandacht op de werkvloer voor gezond. Gezond werken. Hè? Dus dat mensen echt fit kunnen blijven op de werkvloer. Okay, ik werk in het Centraal Goederenmagazijn als logistiek teamleider. Je kunt ervoor kiezen om vanaf thuis fysiotherapie te volgen. Maar je kunt het ook via de gezellen doen. Want dan kun je namelijk gewoon in werktijd kun je eventjes een uurtje weg. Dus dat is allemaal wat makkelijker. Mensen zien dat ze ertoe doen. Er wordt naar ze gekeken, er wordt naar ze geluisterd. Er wordt gezorgd voor goede arbeidsomstandigheden. En dan is het ook helemaal niet zo bedreigend om naar de bedrijfsarts te gaan. Want die denkt met ze mee. Mensen willen graag werken, maar op een goede manier. Op het moment dat je dus aandacht besteedt aan de werkplek en je denkt er van tevoren over na hoe je die werkplek moet inrichten. Dat geeft zowel een positief effect op de kwaliteit. Dus mensen hebben gewoon meer tijd om hun werk netjes en beheerst goed te doen. Als dat het ook rust geeft, ontspanning, om lekker met je collega's samen te werken. 1 op de 4 Nederlanders ondervindt problemen met allergieën, zoals hooikoorts en huisstofmijt. Ook wel de luchtwegallergieën genoemd. Nou, dit kan knap lastig zijn, want dan krijg je problemen met een lopende neus, tranende ogen, hoofdpijn, slecht slapen en verminderde concentratie. Om ervoor te zorgen dat allergie voor gras en boompollen minder klachten veroorzaakt, is er de laatste tijd meer en meer belangstelling voor het spoelen van de neus met neusdouche en nasaal spoelzout. Nieuw is het gebruik van een neuszalf waarmee je een beschermlaagje aanbrengt op het neusslijmvlies. En wist je dat ook een oorzakelijke aanpak van hooikoorts mogelijk is? We zijn vandaag in het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Hier gaat dokter Rovers, allergoloog, vertellen over hooikoorts en volgen een patiënt die wordt behandeld. Een allergie is gedefinieerd als een abnormale reactie van je lichaam op basis van een proces waarbij je afweersysteem betrokken is. Dat afweersysteem maakt eigenlijk vreemde soortige antistoffen. En dat doet hij dan ook nog tegen stoffen waarvan je eigenlijk niet ziek zou moeten worden. Als je kijkt hoeveel klachten mensen ervan hebben, weten we dat 1 op de 3 Nederlanders een vorm van allergie heeft, is dat toch een hele vervelende aandoening. De truc is inderdaad dat je op grond van het verhaal van de patiënt zoveel mogelijk probeert na te gaan wat de momenten kunnen zijn waarop die allergie getriggerd wordt. En je kunt dus je onderzoek zo inrichten dat je daar gaat zoeken op dat soort zaken of daar dan inderdaad een allergie voor bestaat. Het resultaat van de assistenten gekregen en ik wil graag dat eventjes met je doornemen. En aan het resultaat zie je dat je een duidelijke reactie hebt hier voor de graspollen. En in de volksmond noemen we dat dan hooikoorts. Dus stap 1 is het voorkomen van blootstelling. Als we nou gaan kijken naar de symptomen, dan kun je ook met niet-medicamenteuze middelen beginnen te behandelen. Nou, daarvoor kun je 2 producten gebruiken. In principe kun je met neusdouches zorgen dat je al dat slijm wat ontstaat bij die hooikoorts en al die pollen die dan in je neus zitten wegspoelen met zoutoplossing.
En dat kun je dan ondersteunen met behulp van neuszalf. Een zalf die je in de neus aanbrengt, die zorgt dat de hooikoorts eigenlijk niet op gang komt. Dat een beschermend laagje zalf wat je hebt aangebracht. Het fijne van dergelijke behandelingen is dat het om niet-medicamenten gaat. Dus dat betekent ook dat je daarbij eigenlijk geen kans loopt op bijwerking. Als dan de hooikoorts toch nog onvoldoende onder controle is, dan volgt natuurlijk de keuze aan medicamenten. Daarvoor hebben we allergietabletjes, zogenaamde antihistaminica. En als dat nog onvoldoende werkt, gaan we zeker over tot het geven van neussprays en oogdruppels. Voor Sophie hebben we in eerste instantie gekozen voor een neusbehandeling en medicijnen. Om te kijken of we de klachten goed onder controle kunnen krijgen. En in tweede instantie heb ik haar voorgelegd iets aan de allergie zelf te doen. Door middel van smeltabletjes de boel minder gevoelig te maken. Het is een zeer effectieve behandeling, goed gedocumenteerd, goed onderzocht voor de behandeling van hooikoorts. Ik heb haar een voorbeeld meegegeven van een neuszalf. Die zalf die breng je of met een wattenstaafje of met je pink in beide neusgangen in. En die zorgt dat de pollen in dat zalfje gaan zitten, niet in je slijmvlies. En zo kan de allergische reactie moeizamer op gang komen. Tot straks, na de reclame. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fysiocontrol, het kraamkloppertje en Home Instead thuisservice. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fysiocontrol, het kraamkloppertje en Home Instead thuisservice. Longen zijn de organen waarin stofwisseling plaatsvindt tussen lucht en bloed. Dit in verband met het metabolisme. En als er op dit gebied iets niet goed is, dan voel je het meteen. Pneumonie, bronchitis, COPD en astma zijn hiervan directe voorbeelden. Flowventilatie is een veilige manier voor het behandelen van deze longaandoeningen. We zijn in het gezondheidscentrum in Voorschoten. Dit is een centrum waar onder andere gebruik gemaakt wordt van flowventilatie. De techniek wordt zowel toegepast op de vroeggeborenen, kinderen en volwassenen. Er zullen binnenkort meerdere centra voor flowventilatie worden geopend. Geen lucht, COPD. Ze zeggen van het roken. Roken zal meegespeeld hebben. Vasthouden. Ik krijg toch aardig wat slijm kwijt. En dat is toch heel wat. Als je dat ziet hoe taai die rotzooi is, dat een longontsteking of wat dan ook wordt, dat zit er dik in. En dat heb ik liever niet. Je probeert van alles. En kwam ik hier en toen heeft die dame heeft me toen helemaal begeleid, van begin af aan. Maakte ik een fietstijd van 3 minuten en dan was ik pap op. Heeft ze mij doorheen geloodst en voordat ik die griep kreeg, deed ik het toch weer 18 minuten. Ja. En dat was een stuk hoger. Ook de weerstand was hoger. Perfect. Dat is het verschil tussen trainen of niet trainen. En dat ding. Nee, echt hoor. Ik ben er erg op vooruit gegaan en ik blijf het doen. Echt waar. Nou, bij ons op de intensive care hebben we patiënten die komen binnen met een longontsteking. Die dan niet meer redden zelf te ademen. Dus die komen vaak aan een beademingsmachine. En wij blijven dan op het probleem hangen dat zij hun sputum niet kunnen ophoesten en bij het met puur antibiotica-therapie niet kwijt krijgen. Of longen hebben verklevingen. Dus wij willen natuurlijk weer van die beademingsmachine af. En daar hebben we aanvullende therapie voor nodig. Ja, het is een heel belangrijk apparaat. Met name is het belangrijk omdat we minder medicatie hoeven te geven, minder zuurstof hoeven te geven. En sommige patiënten echt zonder medicatie ook kunnen helpen. Het is een therapie die bedoeld is om te voorkomen dat je problemen met je longen gaat krijgen. En op het moment dat je problemen hebt met je longen, om die te kunnen verhelpen. Heel veel patiënten die astma, COPD, taai-slijmziekte of patiënten die überhaupt gewoon heel snel benauwd zijn. Nou, het vibreren dat helpt er eigenlijk voor dat op het moment dat er gedeeltes zijn die afgesloten zijn of waar heel veel slijm zit, dat je met de lucht gemakkelijker achter het slijm komt. Om te laten zien hoe we voorzichtig omgaan met de longen, gebruiken eigenlijk altijd gewoon speelgoedballonnetjes om te laten zien hoe kwetsbaar dat een long kan zijn. Op het moment dat ik hem hier opzet,
En ik start de machine. Dan zien we dat, dat we het longetje vullen, maar niet overrekken. Beter, hè, dan? Ja, ja. Zoals je ook kan zien, men is opgelucht als, als die slijmen eruit komen. Ik denk dat er hele grote groepen zijn waarbij slijm in de weg zit. Dat is eigenlijk al een indicatie om iets te kunnen doen. En in meer of in mindere mate, dat is een beetje afhankelijk van de aandoening en de mate waarin je er last van hebt. Elke dag sterven er zo'n 35 mensen aan een hartstilstand hier in Nederland. Maar wat moet je doen als er iemand in je omgeving een hartstilstand krijgt? Fysiocontrole is al meer dan 60 jaar toonaangevend in het ontwikkelen van innovatieve en op wetenschap gebaseerde technische toepassingen voor acute medische hulpverlening. Deze familie van technieken wordt toegepast in onder andere de keten van reanimatiezorg. Een van deze hulpmiddelen zijn de LifePak AED's. Wat een LifePak AED voor iemand kan betekenen, dat gaat u nu zien. Nou, het was zondagavond, 7:15. En ik liep naar mijn stoel toe en ik ben in elkaar gezakt. Ja, ik loop naar haar toe. Ik geef haar een paar tikjes op de wang. En ik zeg van, hallo, wat gaan we doen? Nou, toen kreeg ik geen antwoord. Dus toen heb ik tegen mijn dochter gezegd, je moet 112 bellen. Door het 112 gebeld te worden, krijg je een AED-alert. Degene die het hebben. We kregen een oproep. Mijn dochter kreeg een oproep en die begon te rennen. Ik ben achter haar aangerend en die kwam binnenrennen en die zei, dit is echt goed mis. En nou, daar zagen we de buurvrouw liggen. Een mevrouw die mij gereanimeerd heeft, die woont schuin tegenover. En die kreeg een AED-alert. En die was hier binnen een paar minuten. En die heeft me gelijk gereanimeerd. Elke minuut, elke seconde telt. Hoe langer het duurt, hoe meer schade er in de hersens is. Het belangrijk is dat je gaat starten met de reanimatie. Maar hoe eerder het hart het overneemt, met zelf weer pompen, dus weer circuleren en zuurstof rondpompen. Die kan meer zuurstof rondpompen dan ik. Hoe minder schade er is. Achteraf denk ik van, nou ja, hoe komt zij daar? Maar dat is door dat AED alert. Zo gauw ik 112 bel en ik zeg tegen 112 van er is hartfalen. Gaat er een sms'je uit naar mensen die kunnen reanimeren, die daarvoor opgeleid zijn. En die dan bij ons op het dorp op bepaalde plekken AED's kunnen ophalen. Het is heel belangrijk dat burgers snel ter plekke zijn met een AED. Want het hart moet zo snel mogelijk gereset worden. Ik zet hem meteen aan. Dan moet ik de borst ontbloten, dus dan heb ik een schaartje nodig. Dan moet ik gaan plakken. En één moet er rechts boven op de borstkast en één onder de oksel. Want het hart moet ertussen zitten, want hij moet namelijk meten wat de elektrische ontlading van het hart is. En op het moment dat hij meet dat er te veel elektrische ontlading is, dan gaat die schokken. Bevestig elektrode. Het apparaat geeft precies aan wat de burgers moeten doen, of er wel of niet geschokt moet worden. Wat gebeurt er dan? Tussen twee elektroden wordt er elektriciteit gestuurd naar de andere. Het hart is een spier, dus die trekt samen. In de hoop dat op het moment dat hij ontspant, dat hij zijn eigen ritme weer gaat terugvinden. Ze heeft me één keer een schok gegeven ermee. En toen was de ambulance er al en die hebben het overgenomen. Als wij ter plaatse komen, nemen wij de reanimatie open. En de plakkers die er al opgeplakt zijn, die zijn compatible met dit apparaat. Ik kwam net de ambulance en zei, joh, stop maar even met de reanimatie, want de hartslag is aan het terugkomen en de ademhaling is aan het terugkomen. Nou, mevrouw Brandsma heeft ontzettend veel geluk gehad, omdat de AED in de buurt was en er deskundige mensen waren die dus zeg maar meteen de reanimatie gestart zijn en dus geschokt, CQ gedefibrilleerd hebben. Mijn vrouw heeft zeker, doordat het AED alert goed werkte, dus dat er ook mensen op heel snel met een AED bij ons in huis waren. Dus denk ik dat het haar leven gered heeft. Als ik geen oproep had gekregen dat ik daar moet gaan reanimeren, had ik er niet heen gegaan, had ik 's ochtends gehoord dat ze overleden was. Ik heb heel veel massa gehad dat ze dicht in de buurt woonden. Dat is mijn redding geweest. Want ik had er niet aan moeten denken dat ik er niet meer was geweest. We worden in Nederland steeds ouder.
Mannen worden gemiddeld 79 en vrouwen 82. Nou, dat betekent dat 16% van de mensen ouder is dan 65. En die hebben op een gegeven moment wel hulp nodig. Als je ouder wordt, dan kan het zijn dat niet alles meer zo makkelijk gaat. En dat je op zoek gaat naar ondersteuning en begeleiding. Het liefst wil je dan iemand in huis die je vertrouwt, die met je meedenkt. En waar je mee kan lachen en samen de dagelijkse dingen kan doen die je niet meer alleen kan. Home Instead zet zich hiervoor in. Wij zijn een franchise-organisatie en wij richten ons op dienstverlening aan senioren. Met name niet-medische dienstverlening aan senioren in hun thuissituatie. Wij ondersteunen de franchise-nemers op gebied van training, op gebied van marketing, op gebied van bedrijfsvoering, automatisering. Zodat eigenlijk die franchise-nemer zich volledig kan richten op het uitvoeren van zijn dienstverlening. En alle organisatorische zaken daaromheen, dat proberen we zoveel mogelijk uit handen te nemen. We hebben ervoor gekozen om het onder de vlag van Home Instead te doen. Omdat je dan veel sneller kunt opstarten en omdat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. De grootste voordelen zijn dat je sneller kunt starten. Met name het planningssysteem, wanneer je heel klantgericht werkt, is lastig om het zelf uit te vinden. En daar is software voor ontwikkeld. Dus dat konden wij zo overnemen. Mijn vader heeft zorg nodig in de ochtend en in de avond. Met het naar bed gaan, uit bed komen en helpen bij wassen, aankleden. En tussen de middag krijgt hij ook zorg en dat is meer van sociale betekenis. Dus ja, dat hij zich niet alleen voelt. Ja, de contacten met die dames, die is heel positief en die komen graag hier. En nou, iemand die graag komt, die levert ook goed werk. En dat zit erbij in. En dat doet mij heel goed. Trainingen voor onze caregivers, die hebben we helemaal zelf georganiseerd. Wij hebben specifieke trainingen waar we onze visie heel duidelijk uitdragen aan onze medewerkers. Hoe zij zich opstellen en gedragen ten opzichte van de klanten. We hebben inhoudelijke trainingen. We hebben trainingen op het gebied van persoonlijke assistentie, omgaan met calamiteiten, dat soort zaken. En we hebben ook specifieke trainingen op een thema, dementie. Kijk, iemand die een beperking heeft, wil niet zeggen dat zijn hele leven omgegooid moet worden, omdat hij afhankelijk is van het tijdstip waarop de organisatie kan komen. Iemand die ondersteuning en hulp thuis nodig heeft, die wil zijn leven eigenlijk inrichten zoals je dat altijd al gedaan hebt. Dus dat wil zeggen dat jij moet komen op het moment dat de klant jou nodig heeft. En niet omgekeerd wanneer de organisatie de mogelijkheden biedt. En dat betekent, ja, vraaggericht werken. Mijn vader is van nature een hele vrolijke, prettige man. En het is een mensenmens. En hij heeft nu ook mensen om zich heen. En dat is voor hem heel waardevol. Aflevering gemist? Ga dan naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KNO Winkel, All Medical, Home Instead Thuisservice, Argon Groep, Visiocontrol en het Kraamkloppertje.